De Academie voor Hoger Kunst en Cultuuronderwijs, AHKCO, is het nieuwe studiejaar 2018-2019 vol goede moed gestart. Afgelopen vrijdag is het openingscollege gehouden in Theater Uniek. Het thema van de avond was alumni aan het woord. Wat draagt de opleiding bij aan de ontwikkeling van een student? Voordat de discussie hierover van start ging, spraken de cursusleiders van de drie verschillende opleidingen de aanwezigen toe. Cursusleider van de richting Journalistiek en Communicatie, Jane Kolf-Berggraaf, vroeg de studenten om de opleiding niet te onderschatten. We zijn blij met jullie en we zeggen, ga ervoor. De academie is er daar om te zorgen voor de faciliteiten. Jullie zijn er om je best te doen. Dank aan de docenten. We weten dat het niet gemakkelijk is om in deze tijd te doseren wanneer je het gevoel hebt dat vooral dat gevoel van leren eruit is. Maar zoals wij altijd hebben gezegd, van, het gaat om de student. Aan de studenten wil ik zeggen, stel je open, verdiep je, participeer, communiceer. Maar dat is de enige manier waarop wij kunnen weten dat inderdaad het traject goed gaat. We danken ook de administratie, want die heeft vooral nu een nog grotere rol te vervullen. Omdat nu gaat blijken dat als het daar goed is, dat het ook goed gaat met dat proces. En we willen jullie het allerbeste toewensen, een goede start. Jane Kolf-Berggraaf, directeur van de AHKCO, Armand Snijders, die vanaf 1 april dit jaar de scepter zwaait op de academie, onderstreept het feit dat er aan de accreditatie van de opleiding wordt gewerkt. Het is al een aantal keren gezegd. Bijna wil ik zeggen, het magische woord is nu accreditatie, maar niet alleen nu pas hoor, maar al reeds geruime jaren is dat het geval. En we zetten het pad voort. En omdat wij beseffen dat accreditatie van de opleidingen inhoudt, dus dat je eigenlijk werkt aan het niveau van het curriculum, het niveau van onderwijs. En dat je ook moeite maakt, die effort maakt om het op niveau te houden. En verder beseffen wij dus dat jullie als onze klanten zijn, studenten, maar verder nog, dat ook de docenten een belangrijke rol te vervullen hebben ter ondersteuning van dit proces. En ook natuurlijk onze personeel. Alus AHKCO-directeur Armand Snijders afgelopen vrijdag tijdens het openingscollege van het nieuw studiejaar. De studenten hebben meteen ook hun studierooster ontvangen.